Die switch? Ja, hoe is dat gegaan? Het is, ze hadden een keer een linksback nodig. Nee, tenminste, in Turkije hadden ze een keertje linksback nodig. Toen speelde ik een paar wedstrijden linksback en daarna ben ik naar Portugal gegaan. Ja. Maar weer als linksbuiten. En de trainer van Lissabon, die me heeft gehaald, die zag ook weer linksback in mij. Dus vandaar dat ik nu linksback speel. Ja. Dat gaat lekker. Dus. Twijfelde je toen hij zei van ik wil je halen, maar wel als linksback? Ik speelde goed als linksbuiten. En ik was een goede linksbuiten. En toen zei hij ja, linksback. Ik dacht van ja, het is een mooie club, het is een mooie stap natuurlijk. Mm-hmm. Dus eigenlijk was er geen twijfel toen. Hoe moeilijk was het om je aan te passen aan die nieuwe positie? Het was niet heel moeilijk, want ik speelde direct en ik speelde alles direct ook. Dus het was niet heel erg moeilijk. Ja, natuurlijk, tactisch moet je een beetje anders staan. En natuurlijk, ja, maar je zat achterin. Nee, tuurlijk niet. Ik heb het anders voorgesteld. Maar je moet dingen nemen zoals ze zijn. En je moet je gewoon hard werken en naar boven proberen te werken. Ben je echt aan Oranje gaan denken? Ik denk altijd aan Oranje natuurlijk. Het blijft altijd een droom. Ja. Maar natuurlijk, het is niet makkelijk als je bij Blackpool speelt of in Turkije. Dus. Nee. Daar probeer je zo hoog mogelijk te spelen, zodat je in aanmerking komt voor een eventuele uitnodiging. Maar had je die gedachte, toen je die stap maakte van Rio Ave naar Sporting, had je toen ook een gedachte van, goed, dit vergroot wel mijn kansen op, mogen een keer een debuut in Oranje? Ja, ik dacht eerst, laat me gewoon even lekker spelen bij Sporting natuurlijk, laat me eens een basisplek veroveren en dan weer verder denken, stap voor stap. Ja.